De emoties liepen gisteren hoog op in de Memerebuku-kazerne, waar gisteravond de rouwdienst is gehouden voor de slachtoffers van het bootongeluk. De dienst is geleid door dominee Michael Stewart en pater Esteban Cross. Pater Cross hield de aanwezigen voor dat liefde zich uit in mooie tijden, maar het uit zich meer ten tijden van verdriet. Wanneer we er met elkaar zijn, elkaar steunen, elkaar ondersteunen. Het is liefde die ons samenbrengt hier, vooral voor de naaste familieleden, voor degenen die het zwaarste getroffen zijn door deze ramp. Het is liefde die kracht geeft en liefde alleen. Het is liefde waardoor je voelt dat je niet alleen staat, niet in het leven, maar ook niet in de dood. Dominee Stewart gaf aan dat iedere aanwezige met groot verdriet zat, omdat zoveel broeders en zusters, groot en klein, tegelijk het leven hebben gelaten. Volgens hem wordt bij deze gelegenheden vaak de vraag gesteld, waar was God om dit te voorkomen? Dat hij de lobby van die zee, pendena u mindri ete, de betapa jari nanga uno, de bebiga jari nanga obaka. Zo Marta naga Maria be abi a probleem di soku. De brada dede en baga de brada dede dan Jezus wakamiding. Jezus wakamiding en de aksing masrapi binde. Wij zijn deelgenoten met de Heer, Surinaamse gemeenschap. We zijn hier en huilen met u mee, beste echtgenoot, beste moeder, beste dochter, beste kind, wat uw relatie ook mogen zijn met de 11 mensen die het leven hebben gelaten, terwijl we ook verdrietig zijn om de ene die vermist is. We huilen mee. En als we de 33e vers lezen, dan zien we dat Jezus meevoelde. Hij voelde zich betrokken toen hij Maria en de anderen zag huilen. Het Griekse woord betekent vervuld met boosheid. In vers 38, toen Jezus het graf naderde, staat er dat hij diep ontroerd was. Wat in Grieks als een leeuw brullen betekent. Hij liet zijn stem horen. We zouden ervan uit kunnen gaan dat hij vervuld was van boosheid. Boosheid. Zoals in het rouwproces van nu, dat ook bij u het geval zal zijn. Boosheid, en dan misschien nog vinger wijzen aan wiens schuld dat zou zijn. Maar we zien de Heer Jezus hier in dit verhaal, is zijn boosheid niet naar de medemens. Is zijn boosheid naar die dood. Die dood die vernietigend werkt, die dood die een spelpreker is. En die dood gaat hij een les leren. En hij zegt daarom, ik ben de opstanding en het leven. En de macht van de dood heeft gebroken. Hij is boos op het graf, niet op de mensen. In onze situatie, zulke situaties zijn we ook maar boos op de Heere God. Maar laat uw boosheid niet gaan richting de Heere God. Na de boodschap zijn de nabestaanden in de gelegenheid gesteld een kaars aan te steken voor de slachtoffers. De namen van de 12 overledenen zijn in herinnering gebracht bij de Heere. Familie is er nog één, Elisa Nassim.
Morgen, zaterdag 5 januari, worden op Groningen 8 lichamen begraven. Op maandag worden er 3 begraven te Welgedacht A in Wanica. De overheid heeft de kosten voor deze begrafenissen op zich genomen.